als dit nou zaken zijn van expert, dan is wat is de overduidelijke vraag dat er komt? Wat is de vraag? Als dit reden zijn om expert te zijn, wat is jullie vraag dan? Hoe word ik een expert? Dus schrijf heel groot boven. Hoe word ik een expert? In wat? Waar ben je vandaag voor gekomen? Expert in? Sales. Namelijk de eerste vaardigheid die wij als ondernemer missen. We zijn goed in ons vak, toch? We zijn hier fantastisch in een vak. Toch? Geweldig. Wie maken impact in hun netwerk? Wie maken invloed? Wie maken onevenredig winst daarop? Great. Dat is een hele open deur. Hoe word ik een expert in sales betekent? Hoe zorg ik ervoor dat mijn eerste focus, ook al vind ik dat verschrikkelijk, ook al is mijn gezegd dat je eens moet geven, ook al dingen, is mijn focus op salesvaardigheden. Ik heb niet de wonderpil. Ik heb hier wat templates. Ik heb niet de wonderpil. Dus laat dit een disclaimer zijn. Dit is hard werken. Net zo hard als je als Alain gaat werken 2 uur per dag, 3 uur per dag aan je fantastische performance. Net zo hard dat Monique aan werkt aan haar therapie. Net zo hard dat Rani werkt aan haar training. Net zo hard dat ieder van jullie werkt aan zijn expertise. Salesvaardigheden moet een dagelijkse training zijn. Dagelijks. Anders heeft het allemaal geen zin. Als je niet bereid bent om dagelijks aan sales skills te werken, dan is dit een verkeerde plek, is een verkeerde training voor je. Want alles wat ik namelijk zo meteen ga zeggen, is A, mijn bevinding. 2, is op dagelijks training gebaseerd. Training kan zijn door middel van video's kijken. Training kan zijn door middel van je gesprekken voeren, opnemen, al die. Training is vooral evalueren. Training is vooral fouten maken. Wie zijn hier de perfectionisten? Get over it. Als je hier best in wil worden, als je hier jezelf wil trainen, dan moet je fouten gaan maken. En die ga je maken. Want een vaardigheid leer je niet snel. Vaardigheid als fietsen, of veiligheid als dansen, of noem eens een andere vaardigheid. Hebben we, of Alain, hoe lang heb jij seriously jezelf in verdiept, bestudeerd, geoefend, totdat je de piano soort van onder de knie had? Daar is geen einde aan. Nog steeds hoor ik hem oefenen. Ja, maar ik moet nog steeds oefenen. Dus ik denk, dude, wat moet jij oefenen? Seriously. Als jij zo'n kunstding hebt, dan ga je toch dit doen? Maar nog steeds. Topsporters. Oefenen toch? Monique, 6 keer wereldkampioenschap. Ik bedoel, het komt niet zomaar. Kijk maar naar alle grote topsporters. Sales, business is topsport. En je moet bereid zijn om het te gaan doen. Ja? Alright. Leven jullie nog? Niemand gaat weg? Oké, here it comes. Er zijn een aantal manieren om jezelf als expert neer te zetten in sales. Namelijk, een van die manieren is, wie is aan het bloggen? Bloggen. Wil je expert zijn? Ga vooral bloggen. Wil je expert zijn? E-mail marketing. Ga e-mail schrijven. 1 keer in de week, 1 keer in 2 weken, 1 keer in de maand. Stuur e-mails uit. Wil je expert zijn? Ga spreken in het openbaar. En het liefst van iemand anders een zaal. Niet je eigen zaal. Maar wat nog krachtiger is, ga trainingen geven in je eigen zaal. Want wat is het verschil tussen die twee, by the way? Waarom zeg ik dit als daarna? Wat is het verschil tussen als ik ergens anders ga en mijn training ga geven, of als ik een trainingsdag organiseer zoals dit? Wat is het verschil? Ja, stabiele klant, ja. Grootste verschil voor mij is, wat? Controle. Ik kan alles zelf bepalen. Bij iemand anders in zijn zaal heb ik geen controle over de muziek, de zaal, de mensen, eten, drinken. Vooral, ik kan ze niet kwalificeren van tevoren. In mijn eigen zaal wel. Ja, absoluut. En wat kan je nog meer doen? Staat tegenwoordig podcast maken of Periscope uitzendingen. En daarnaast kan je nog duizenden dingen zoals doen als
interviews, boek schrijven, lezingen gaan geven ergens anders. Maar er zijn een heleboel manieren om jezelf als expert neer te zetten. Dus dit is het hoe, Sandra. Dus als je 10% hiervan doet, dan declare yourself expert. Maar dat betekent ook dat als je daadwerkelijk daarvan aan wil werken, met een verdienmodel moet gaan werken, toch? Dus continu dit blijven doen en geen geld verdienen. Wie doet hier aan bloggen? En succesvol hier. Sommigen succesvol. Ja, dank je. Even checken of ik duidelijke blogger voor me had. Wie doet dan e-mailmarketing? Wie stuurt wel eens een nieuwsbericht of weet ik van wat? Wie spreekt wel eens in andermaanse zalen? Zalen. Ja. En wie geeft eigen trainingen? Ja. En wie doet aan podcasts? Wie creëert podcasts? Oh, mooi ben je. Mooie podcast. Periscope uitzendingen? Nog niet. Allemaal gaan doen. Dat is makkelijk, simpel en je hebt alles in de hand, zeg maar. Ja, zover dit is het hoe je dat gaat doen. Alleen nu komt de volgende. Je kan wel al die dingen doen. Wie doet een tijdje al aan het bloggen? Wie hebben daar klanten uit gehaald? Ja, nee, even checken. Ja. Er is één iemand die klanten uit haalt. Sommigen ook. Wie doet aan e-mailmarketing? Wie hebben daar klanten uit gehaald? Great. Wie doet aan spreken bij andersmanzalen? Klant uitgehaald. Allemaal manieren, toch? Je kan overal kan je aan cliënten komen. Waar het voornamelijk om gaat, wat ik zie, laat ik het foute voorbeeld nemen. Fout nummer 1 is, we hebben gehoord van een verdienmodel, we hebben gehoord van een funnel. En wat de meeste trainers, coaches, entrepreneurs doen is, hier geven ze gratis weg, toch? Dat hoef ik jullie niet te vertellen dat je gratis weg moet geven, toch? Of moet ik hier gaan onder... Dat is niet de plek. En dan, wat doen ze dan? Gelijk hier zit iets van 2000 euro. Of misschien 1000 euro. Of misschien 3000 euro. Bam! Toch? Wie herkent dit? Yes. Eerste level is van 0 naar voem. 3, 2, 1. Wie heb je dat? Check of ik niet verkeerde... Great. Grootste fout ever. Als mensen één keer gratis bij jou binnen zijn gekomen, na je training gelijk zo'n gigantische investering vragen. Huidige maatschappij, huidig onderzoek. Ik heb net anderhalf maand geleden gedaan. Tot dan aan toe. Dit is wat de meeste van jullie doen. Het verdienmodel ziet er ongeveer zo uit. En hoeveel is de conversie normaal gesproken? 10%, 20%, hoe? 10%. En als je daar nog eentje zou hebben, dan gaat de conversie nog lager, toch? Want zo werkt de funnel, als het goed is. Wordt steeds minder. Dit is de allergrootste fout van iedereen. Wat is de oplossing, zeggen jullie dan, toch? Great. De oplossing is... Ziet er zo uit. Laat ik 4 nemen. En later vertel ik wat de rest is. Betekent... Dat de funnel zoals wij het geleerd hebben, niet meer werkt. 5 jaar geleden, voor het eerst heb ik over funnels gehoord. Misschien 8, 9 jaar geleden. Inmiddels is alles geëvalueerd. Inmiddels zijn mensen gewend geraakt dat ze overal gratis naartoe gaan. Toch? Hoeveel gratis trainingen zijn er? Hoeveel bootcamps zijn er niet? Toch? Dus, we onderscheiden ons niet meer. Als we 1 keer gratis geven en daarna naar 10.000 euro gaan of 2.000, 3.000 euro. Dat is niet, want iedereen doet dat. Iedere trainer die ik spreek, iedere coach die ik spreek, ja, 1 keer gratis of een sessie. En daarna aan het eind ga ik mijn pitch doen, want daarna moet ik naar de 1000, 2000, 3000 gaan. Die tijd is voorbij. Wil je met economische bewegingen meegaan? Wil je met de sales en marketing trends, hypes meegaan? Kunnen wij niet anders dan dat we verschillende levels gaan creëren, dat mensen stapjes voor stapjes voor stapjes voor stapjes
in je gratis modus gaan. Niet één level, maar een aantal levels achter elkaar. Dus niet alleen maar een mailtje sturen, een bloggen, maar daarna je tijd geven. Daarna nog meer tijd geven. Daarna nog persoonlijker worden. En daarna voor een heel klein bedrag dit is een micro-investering, te laten doen. Kleine micro-investering, zodat mensen denken, het is niet al te veel, toch? 45 euro is niet te veel, toch? Kun je het allemaal aan, toch? Toch? Even checken, wie kunnen 45 euro investering aan? Great, de rest niet? Oké, fine. En dan gaat het spelletje pas beginnen. Want hier is de, zoals we het met z'n allen hebben geleerd, zoals iedereen zei, eerste level is de no level, toch? Dat zou hier de no level moeten zijn. En de rest, like en trust, toch? Dat is zoals we de meeste van ons hebben geleerd. Fout. Fout. Dit is de no level. Tenminste, de eerste vier keer dat mensen met jou in aanraking zijn gekomen. Dat mensen bij jou in de zaal zijn geweest. Of mensen daadwerkelijk iets van jou hebben geproefd. Of een e-book is, of een e-mail is, of wat dan. Alle dingen wat geautomatiseerd wordt. Alle dingen wat mensen voelen en ze zien, het is geautomatiseerd, daar zit geen moeite aan vast. Iemand heeft een lijst en die stuurt het, toch? Dat weten we allemaal, toch? Check. Zijn er mensen die het niet weten, dat je denkt dat alle e-mailadressen 1000 keer of wat dan ook gedaan worden? Of sommigen die geen autoresponder regelen, zodat ze, als ze succesvol worden, dat ze allemaal handmatig gaan doen? En al die zaken? Nee. Inmiddels weet iedereen van autoresponders, toch? Inmiddels weten we, het is zo persoonlijk als het maar niet is. Dus hoe hoog is de waarde? Niet zo hoog, toch? Dus zoveel waarde zit er niet in. Tegenwoordig, zoals ik het zie, ik moet keihard werken, by the way, om 5 weken lang een zaal vol te krijgen. Geloof me, ook al ziet het er niet zo uit, ik werk er keihard aan. Dagelijks. Zo niet nachtelijks inmiddels. Het is hard werken, maar dat is de enige manier om succesvol te zijn. Enige manier om een community te bouwen. Enige manier in conversatie te treden met jullie allen. Diegene die wie waren er van die 5 weken achter elkaar? Als het goed is, hebben jullie iedere week een dag van tevoren vraag van mij gekregen. Wat is je grootste probleem, toch? Toch of niet? En als het goed is, hebben jullie geantwoord. Als het goed is, heb ik afgelopen 5 weken heel veel problemen van jullie gehoord, toch? Dus ik heb heel veel gezaaid, toch? En hoe makkelijk is het voor mij om van de gezaaide kant te gaan oogsten later? It's pretty easy, kan ik jullie zeggen. Het enige wat je hoeft te doen, vandaag goed luisteren, goed aantekening maken, zodat ik een aantal strategieën hierover ga vertellen. Maar dit is de basis. Onthoud dit. Dit is de basis. Zoals ik het zo meteen in detail ga uitleggen. Want hierdoor laat je je hele gratis kant diepte ingaan, in plaats van in de breedte. Je gaat ze diepte insturen. Namelijk, ze gaan, voorbeeld te geven, ze gaan hier een e-mail krijgen van jou met een bepaalde promotie. Na de e-mail kunnen ze naar een blog toe. Een bepaalde promotie. Na de blog gaan ze naar je gratis training. Disclaimer. Het wordt opgenomen, Jacqueline. Disclaimer. Welk woord staat hier? Free. Wat betekent free? Wat? Kijk iemand, weet je, kijk naast en zeggen het is free. Kijk, weet je, zeg maar tegen elkaar, het is free. Het is free. Free betekent free, free, free. Free betekent gratis. Niet 85 euro zaalkosten, catering. Niet betekent 35 euro dit. Gratis betekent gratis. En nog steeds zijn hier mensen in de zaal die dat nog niet implementeren. Ondanks alles wat ik zeg, alles wat ik door de strot heen probeer te duwen. Alles wat ik en bekrachtig aan de andere kant en push. Werkt gewoon niet, want jullie denken, als ik maar mijn zaal eruit kan halen, dan heb ik in ieder geval kiet gedraaid, dan ben ik uit de kosten. Alle bullshit wat je zelf vertelt. Gaat niet werken. Wacht, dat is een totaal ander iets. Onthoud één ding. Als ik het heb over gratis 4 levels, betekent dat mensen nergens hun portemonnee voor hoeven te trekken. Maak niet de denkfout. En ja, Sandra, er bestaat zoiets als kwalificatie. Maar de kwalificatie, als ze 4 keer bij jou zijn geweest,
dan weet jij donders goed of ze geschikt zijn of niet, toch? Dus dan begin je niet met training, zet je hier iets anders, namelijk een landingpage. Of zet je hier een video, of zet je hier een e-mail, zet je een blog. Als zij comment gaan plaatsen op de blog, krijgen ze het gratis. Als zij comment gaan plaatsen op de, als ze moeite doen, moeite is de resource, nog steeds niet geld. Het zijn drie bronnen die we hebben, toch? Tijd, geld en energie, toch? Ik ben jullie vooral aan het kwalificeren op energie, op de moeite die jullie nemen. Schrijf je maar in, stel, beantwoord mijn vragen, continu in deze fase. Dus daar kwalificeer ik je. En ik zal never nooit iemand hier doorlaten, wat voor prijs het ook zal zijn, als diegene niet voldoet. Toch? Maar omdat het gratis is, wat creëer ik hier? Wat is het geheim van 4 levels gratis? Hoe? Commitment. Maar wat nog meer? Wat is nog meer hier het geheim? Vertrouwen creëren. Connectie. Wat is nog meer het geheim? Wat is voor mij als business owner het allerbelangrijkste dat ik mensen door 4 levels, ik kies er voor 8 levels, soms 12, andere mensen meenemen, Bea? Ik vertel mijn ideale klant uit, that's it. Ik wil gewoon mensen hier in mijn zaal hebben, 4 keer achter elkaar, voordat zij met een voorstel komen hoe ze met me willen werken. Ik wil ideal clients aantrekken. En geloof me, ik heb genoeg fouten gedaan de afgelopen 1,5 jaar. Ik weet exact hoe ik het niet moet doen. Guys, het enige wat ik van jullie wil, is een mindset change. Jullie zitten nog steeds allemaal in de overlevingsmodus. Jullie zitten nog steeds allemaal in de modus. En jullie zitten allemaal nog steeds in de schaarste modus. Wat sales betreft. Vooral sales. Laat ik het persoonlijk niet hard maken. Vooral sales betreft hebben jullie maar 1 level van gratis. Misschien 2. En daarna schakel je gelijk door naar betaald. Heel veel geld betaald. En hoe zijn tegenwoordig mensen, hoe zijn jullie cliënten? Zijn ze heel enthousiast om 1000 euro te betalen? 2000, 3000? Niet echt. Zelfs de ideal clients niet. En ik heb heel wat ideal clients in mijn omgeving. Zelfs mijn ideal clients niet. Dus moet ik meebewegen met mijn ideal clients. Dus moet ik gaan inleveren. Dus moet ik aan de voorkant heel veel meer gaan geven.